toen ik jarig zijn best moeten doen. Oké. Ja, nou ja, het gaat wel in ieder geval. Dus je krijgt het been op been, dus ja. Dus ja, het is niet de sterkste verbinding, maar het lukt. Maar de astraalcondities zijn natuurlijk niet zo goed van compleet verkeerde antenne. Oké, ik weet niet of John er nog is, of hij nog even gedag wil zeggen. Of dat hij inmiddels ermee op is gehouden, want hij hoort de rest ook niet. John, ben je er nog? Ja, Roger, Wim, het lukt nog. Volgens mij ben je net op redelijke sterkte momenteel. Hey, best 73, bedankt voor de verbinding en voor het rapport hè, van Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Ja, Roger, Job, ja, je bent weer in EC3. School is anderhalf en drie en je bent net gewoon in drie. Dus je komt ja, prima binnen, ondanks alles. Ja, met je vijf watjes. Heb je nou echt niks meer of, nou ja, dat hoort er nog wel even op. Is dat voor dit? Nee, je hebt op de korte golf gewoon meer vermogen, dat niet. Oké. Eventjes nog, wil ik even weten, is het enige vermogen wat je kan maken of heeft dat een andere reden? Nou, mijn antenne is erg dun draad, dus dat is één reden. Maar ik ben ook echt een QRP'er. Maar ik heb ook nog een FT707 en ik heb nog een FT901 HI. Ja, Roger. Oké. Ja, je draait verstandelijk, Maar je kan wel meer vermogen maken. Alleen nou niet. Nou, dit gaat prima hoor. En dat ben ik gewoon een beetje gaan op. Dus je wil er niet al te veel vermogen op zetten. Oké. Nou Frans, jij de laatste finale. En dan wens ik aan allen nog een prettige feestdag. En dan zien we elkaar waarschijnlijk dan morgen weer. Frans, jij dus helemaal de complete finale. PA0 TNT, SM6, PA0 DST. Ja, Roger, Frans, bedankt. En dat eten, we hebben heel laat gegeten. Dus ik denk dat we nu tussenmiddag eten helemaal niet eten. En dat doen we al, toch al heel weinig overdreven hoor, met de kerstdagen. En we eten sowieso al helemaal geen vlees. Dat doe ik al 20, 25 jaar niet. Dus wel vis hoor, maar geen vlees. En, dus ik ben niet echt een vegetariër, maar vlees dat is niet goed voor de mens. En de behandeling van de beesten is ook al helemaal niet goed. Maar die discussie gaat nou allemaal niet aan. Oké, jongens. Kom elkaar weer tegen. SM6 PA0 DST aansluitend QRT. Bye bye. Zo, ook nog even iets over mijn antennesituatie. De antenne die is gespannen naar de verste boom die je ziet. Ik heb ook een antenne naar de boom dichtstbijzijnd. De dichtstbijzijnde boom, zeg maar. Zit geen isolator op het end. Hij zit gewoon met een lus. Het is ook heel dun draad. Zit hier om de boom bevestigd. En die antenne die gaat naar hier, mijn keukenraam. Hierboven komen ze binnen, beide draadjes. Die gaan hier naar beneden. Daar zit coax aan. Maar dat wordt niet als coax gebruikt, maar dat is om te voorkomen dat die katten het doorbijten. En dat gaat hierheen. Kijk, dat is ook voor de katten. Dat is de tuner. En dat is mijn antennesituatie. En die coax die gaat naar de check.